Hallo liefste en leukste mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaat het ook wel iets heel speciaals, want ik ga het namelijk hebben over 10 dingen die heel handig zijn aan meisje zijn of die heel makkelijk zijn meegenomen door meisje te zijn. Dus deze video maakt misschien ook wel heel veel dingen duidelijk naar de jongens toe. En ik denk dat alle meisjes die deze video kijken zeker met me eens zijn. Als jullie deze video nu al leuk vinden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat even in de reacties weten wat jij het allerhandigste vindt aan meisjes zijn. En volg me natuurlijk dan ook even op mijn social media. Dus als je dat toch wel allemaal hebt gedaan, klik dan ook zeker even op het belletje. Want dan ben jij misschien wel de eerste die naar mijn video's kijkt. En laten we dan maar snel beginnen. Let's go! Het eerste ding wat heel handig is aan meisjes zijn. Natuurlijk, meisjes zijn is sowieso heel chill. Je kan sowieso heel veel leuke dingen, maar er zijn natuurlijk ook minpunten aan. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag namelijk hebben over dus de leuke dingen en over de voordelen. En dus het eerste ding wat op mijn lijstje staat is dat je kan gewoon altijd komen met een excuus. Ik ben ongesteld. Je kan het voor zoveel dingen gebruiken. Je kan het gebruiken voor... bijvoorbeeld als je moeder vraagt, maar waarom heb je zoveel gegeten? Ja, sorry mam, ik was ongesteld. Ah, oh, dat deed pijn. Oh, ik sloeg mezelf op mijn benen en ik heb zeg maar een kort broekje aan, dus ik heb blote benen. Maar dus iets wat heel handig is aan meisjes zijn, is dat je gewoon altijd met het excuus kan komen. Ik ben ongesteld. Je moet natuurlijk dan wel een beetje zo slim doen. Want niet dat je de ene week zegt, bij gym, ik ben ongesteld en de week daarna weer en de week daarna weer. Want dan komt het een beetje te erg over. Maar je kan het excuus voor de rest eigenlijk echt bijna altijd gebruiken. Ja, sorry. Ik was ongesteld. En meestal wat dan nog een van de handigste dingen is. Als je dan een man hebt als gymleerkracht. Is meestal heel handig. Want die wordt altijd een beetje zenuwachtig als je het gaat hebben over menstruatie en zo. Dus meestal gaat het dan zo. En waarom kan je niet meedoen met gym? Slaat helemaal nergens op. Je moet gewoon meedoen. Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ja, ik ben ongesteld. Sorry, het vroeg. Sorry, ja, nee, is goed, ga maar aan de kant zitten. Meestal gaat het dan zo, dus tenminste. Het was even een heel slechte improvisatie, maar meestal gaat het zo bij mij. Nu heb ik dan een mevrouw die leerkracht is. Maar dat is aan de andere kant ook weer heel makkelijk. Want die weet dan hoe het is om ongesteld te zijn. Maar laten we snel door naar ding 2. Nummer 2. Gooi je charmes in de strijd. Het is natuurlijk super makkelijk. Als je bijvoorbeeld bij een man of bij een jongen. Of elke situatie die er is. Krijg je heel makkelijk iets door. Ik bedoel, ja, of je moet gewoon huilen. Of je gaat juist heel met je haar... En je gaat zo erg lachen en je gaat zo... Meestal krijg je dan wel dingen gedaan. Tenminste, ik krijg dan meestal wel dingen gedaan. Het werkt ook bij mijn vader. Super handig. Thanks, pap. Hey. Maar dat is heel makkelijk. Gooi gewoon je charmes in de strijd en je krijgt gedaan wat je wil. Hey, pap, mag ik alsjeblieft geld? Nee, oké, wacht, dat werkt meestal niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon je charmes in de strijd gooien. Ga lekker huilen. Of ga lekker lachen. Of ga lekker met je haar friemelen. Of ga heel zenuwachtig doen. En meestal krijg je het dan wel gedaan. Woehoe! Ding 3. Make-up. Kijk, weet je wat gewoon heel makkelijk is? Kijk, natuurlijk niet alle meisjes doen het. Ik snap het. Het hoeft ook niet. Maar make-up is gewoon... super handig. Ik bedoel, als ik eens een keer ballen heb van hier tot helemaal hier, kan ik dit gewoon wegwerken met concealer. Als ik eens een keer vind dat mijn lippen er super droog uitzien, kan ik lippenbalsem gebruiken en er een leuke kleur op doen. Rood, paars, blauw, wat je wil. Je kan alles met je gezicht doen. Je kan je hoofd shapen, waardoor... Make-up is zo handig. Kijk, jongens, vind altijd van meisjes hoeven geen make-up te dragen. Hoeft niet. Maar het is gewoon zo handig. Als ik er eens een keertje niet uitzie. Dat gebeurt best vaak. Maar als ik er eens een keertje niet uitzie. En ik heb zoiets van. Oh shit. Wat ga ik vandaag doen? Ik pak mijn make-up doos. Ik prop wat op mijn hoofd. En ik zie er in één keer beter uit. Nee, maar make-up is gewoon heel makkelijk. Het helpt heel veel. En... het is gewoon makkelijk om soms dingen weer weg te werken. En jongens kunnen het ook gebruiken. Dat zeg ik ook niet. Maar de meeste jongens doen dat niet. En dat is best handig aan een meisje zijn. Je kan gewoon dingen wegwerken als je ze niet wil hebben.
Nummer 4. Weet je wat ook heel handig is? De blik van een meisje zegt heel veel. Jongens doen vaak alsof ze het niet begrijpen en nemen ook niet heel vaak hintjes mee. Maar andere vrouwen begrijpen je sowieso. Jullie zagen net Annabel, hè? Stel je voor, ik fiets naast een jongen en zij fietst naast mij en we moeten langs die. En ik kijk zo van naar Annabel en zij doet zo van dan weet hij gewoon allebei zonder iets te zeggen dat we de jongen wel mooi vinden. Of stel je voor, we vinden, wat ik ook een keer heb gehad, ik ging toen bij een vriendin eten. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo lekker, want zij wist, ik hou echt niet van friet. Als je mij, oh, friet, ik haat friet. Maar ik weet, die mensen gingen dus friet eten. Hij ging dus friet eten en zij zat tegenover mij. En ik was dat gewoon aan het eten, want ik vond het wel netjes. En zij keek mij zo aan van, weet je zeker aan, maar ik was zo van... En toen zei ze zo van, oh mama, we hebben genoeg, ja, we gaan wel naar boven. En toen was ik zo blij. Dus mijn vriendinnen en andere vrouwen, ook al ken ik de mensen niet eens, ze weten gewoon wat ik bedoel met mijn blik. En dat heeft ieder meisje. Een meisjesblik zegt zoveel. Wat nog heel handig is, is nummer 5. Namelijk, jongens, dit gaat heel stom klinken, maar jongens hebben meestal gewoon... Zijn meestal toch degene die meisjes voorlaten. Of die zoiets hebben van, ach, doe jij maar. Of van, oh, prima, kijk. Stel voor, moet ik hier door een deur lopen of door een lift? De jongen laat je meestal eerst gaan. Of ze zijn heel savage en gemeen en ze doen dat niet. Maar de meeste mensen, die begrijpen dat wel. Dus, het is best handig. Meisjes krijgen meestal voorrang en... We worden niet blut omdat we zoveel geld moeten uitgeven aan jongens. Het is meestal omgekeerd. Oh, dat is heel erg. Op naar nummer 6. 6. Nee, ik zit gewoon rustig op het toilet. In mijn eentje. En ik heb privacy. Kijk, ik ga wel met andere meisjes naar het toilet. Maar we doen het niet samen. En we moeten ook niet even zo... We kunnen ook niet gewoon zo met elkaar praten omdat we naast elkaar staan. We hebben gewoon privacy op het toilet. Woehoe! En er zijn natuurlijk ook gewoon in de toiletten, op de mannen toilet. Alleen, meestal zijn de deurtjes naast elkaar en dan moet je gewoon staan en van, ja, you get what I mean. Je snapt het. Op naar nummer 7. Ach, wat is het toch fijn om een meisje te zijn. Woehoe! En ik weet zeker dat jongens zeggen, nee, ik ben liever een jongen, want jongens dat en jongens dat. Maar jongens, er zijn zoveel voordelen aan een meisje zijn. Als een... jongen klein is, dan wordt het meteen heel raar gezien en dan is het meestal een beetje de, weet je, is het een beetje de jongen die zo, ah, hij hoort het niet bij, is niet een van de stoere jongens of zo. Maar als je een klein meisje hebt, dan ben je meteen heel schattig en dan vinden mensen heel lief en dat soort dingen. En dat is niet altijd fijn voor de kleine meisjes. Jezus. Het is niet altijd fijn voor de mensen die wat kleiner zijn, voor de meisjes onder ons. Maar het is wel zo. Mensen vinden je meteen heel schattig. En mensen vinden, denken meteen dat je heel fragiel bent. En mensen gaan heel rustig met je om. Maar als je een jongen bent, dan gaan ze je meestal een beetje pesten en plagen. Want je bent een kleine dwerg van de groep. En ja, je snapt wat ik bedoel. Nog heel handig is aan een meisje zijn. Andere meisjes begrijpen je zo goed. Als een jongen bijvoorbeeld vraagt van, gaat het wel? Is er iets? En een meisje zegt, ja, het is prima. Het is gewoon oké. Dan weet meteen het andere meisje wat erbij is dat je niet oké bent. En dat je gewoon met dat de jongen gewoon even zich met rust moet laten, jou met rust moet laten of juist even jouw aandacht moet geven. Zijn meisjes weten meteen wat je bedoelt. Over alles. Ze weten gewoon over alles meteen aan je blik, aan je houding, aan hoe je het zegt. Welke woorden je gebruikt. Ze weten gewoon meteen wat je bedoelt. En dat je niet oké bent. Of juist heel oké. Dan nummer 9. Wat nog heel handig is. Stel je voor, je hebt een vriend. En je doet zijn kleding aan. Dan zie je er echt super schattig uit. Want het is heel groot. En ja, het is echt super cute. Maar als een jongen jouw kleding aandoet. Komt misschien een beetje raar uit. Is een beetje, komt een beetje raar over. Nummer 10 is het meest voor de hand liggend. Het is gewoon geweldig om een meisje te zijn. Kijk, ik snap, ik zou best een keer voor een dag een jongen willen zijn.
Maar niet langer als dat. Want er zijn zoveel voordelen aan het meisje zijn. En als meisje zijn krijg je zoveel gedaan. En meisjes zien er gewoon schattig uit. En je kan jezelf optutten. En dat soort dingen. En het is gewoon super leuk. Ik vind het echt super leuk om een meisje te zijn. En een meisje zijn is gewoon awesome. Met gewoon, je bent gewoon cool. Nee, maar nummer 10 is gewoon, je bent independent. Meisjes kunnen heel veel. Je bent gewoon jezelf. Het is gewoon oké. Zeg maar. Wat Annabel zei in het begin is precies wat ik nu zeg op het einde. Meisje zijn is gewoon chill. En je bent niet minder waard als je een meisje bent. Als dat je een jongen bent. Je bent gewoon evenveel waard. En ik vind het echt super leuk om een meisje te zijn. Dus dat is nummer 10. Ik hoop dat jullie dit lijstje een beetje leuk vonden. Als jullie deze video leuk vonden, dan doe vooral even jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten wat jij het allerleukste vindt aan het meisje zijn. En of je deze dingen herkent. En hopelijk zie ik jullie dan weer tot de volgende keer. Doei doei! Doei doei, liefste, leukste mensen. I love you! Doei doei! En by the way, laat ook even weten in de reacties wat jullie vinden van mijn nieuwe intro. Bye bye!